Voilà, beste mensen, ik heb hier nog een artikel gezien in het nieuwsblad over de kat. Dus de kat buiten laten in strijd met EU-regels volgens Nederlandse onderzoekers. Daar ben ik volledig mee akkoord. Het gaat hier nu wel over de context van natuurbescherming, maar bijvoorbeeld ook, wij zijn allergisch aan katten. En hoeveel overlast veroorzaakt dat ook niet de kat die bij jou in de tuin blijft, die aan de achterdeur zit, of zelfs zit te slapen. Een mens kan niet meer naar buiten, je wordt allergisch, je wordt ervan ziek. En het is ook moeilijk om die dieren weg te houden. Bijvoorbeeld, je hebt een tuinset buiten staan, die dieren gaan er gewoon op slapen en zo. En dat geeft allemaal allergische reacties bij contact. Dus het is toch wel belangrijk, zonder ruzie te hebben met bewoners of buren of wat dan ook, toch wel ook een belangrijk signaal van, hou je kat bij jou thuis. Voor mensen die astma hebben en zo, van hou je dieren thuis. Vanuit het slot, ja, hier in Hulst en de dorpen, men weet dat ook, er is veel weide, open velden. Wat is een feit, er zijn veel fietsers. De honden moeten toch wel aan de leiband. Als je met je fiets langskomt, en er zijn ook vaak kinderen op de fiets, dat schrikt enorm af als die hond plotseling de richting van de fiets gaat. En dan ook, ja, de katten. Ja, ik kan ze niet aan de leiband doen, maar toch ook wel belangrijk van, hou je dieren thuis. Er zijn mensen die allergisch zijn, mensen ook die, ja, die dieren niet willen in hun tuin. Dat geeft ook wel wat vuil en zo. Het is toch wel een belangrijk teken van, tot iedereen, zorg toch in het mate van het mogelijk dat die dieren toch geen overlast bezorgen bij anderen.